Good morning YouTube! Het is je favoriete Pompert, back met een nieuwe video! Pompert, Spike Live Vlogs! Hoe de fuck werkt dit? Pompert, hoor ze dat? Nou, jullie zien dat ik ben weer net wakker. Ik heb even een videootje geüpload. Plan voor vandaag is, ik ga nu snel douchen, die honden uitlaten. Rijd ik naar Jantje toe. Breng ik Jan naar Jeroen van der Meer. Die gaat zijn bike af laten stellen op MR12 race machine. Dan breng ik Jan terug naar Zaandam, naar de loods. Dan moet ik langs Zaandam zelf weer om honden eten te halen. Terug naar hier. Even eten. Dan moet ik eigenlijk even naar Benny in Rotterdam. Even chillen met die slapper. Die is weer even een weekje of twee in Nederland. En dan gaan we weer terug naar Amsterdam. En dan moet ik om 5 uur weer werken. Het wordt wel krap allemaal. Ik moet nog even de was ophangen ook straks. Hier dat heb ik naast allemaal gevraagd. En die was moet ik even opvouwen. Wat ik heel erg leuk vind. Maar ja, het is wat het is. Maar ik ga nu even snel douchen, honden uitlaten. Ik heb een beetje haast. Ik zie jullie zometeen in de pompiertbussie. Tum tiddelim tum. Hij ziet weer de andere hondjes. Gelijk helemaal gefocust. En ze loopt gewoon lekker te tuffen. Oké, Pompert, we zitten in de bus. Het werd nog even bijna een avontuur hoor. Hey. Flip heb gisteren die bus geleend om te gaan werken. Zijn bus is nog een beetje twijfelachtig. Kom ik net aan bij die bus, staan de lichten aan. Ik denk, nee, het zal toch niet, accu leeg. Dus ik ga ren snel naar binnen, ik pak mijn autosleutel. Ik ga naar buiten naar die bus. Ik doe gelijk die verlichting uit. Ik start hem. Kuk, broem, hap aan. Ik denk, wee, joh, anders hadden we nog even een avontuur gehad. Want die accu, daar kom je niet zo makkelijk bij. Die zit namelijk onder de stoel waar ik nu zit. Fucking grote accu. Ik heb hem namelijk al een keer vervangen met Benny. Even inhalen hoor. Maar die accu is echt een beuker van een ding. Maar besef even, Flip heeft me gisteravond neergezet. Het zal rond een uur of 10 geweest zijn. Lichten aangelaten. En tot vanmorgen vroeg zijn die lichten gewoon blijven branden. En hij startte ook nog. En dan weet je dat je een lijpe accu hebt, ouwe. Maar goed, we zijn nu onderweg naar Rustig Racing. Ik zie jullie zo daar al, even voor deze Heineken vrachtwagen. Ik zie jullie zo meteen bij. Rustig Racing! Oké, Pompert. Jantje's bike is ingeladen. En met 12 in de bus. Die shit stinkt als een motherfucker. Jantje rijdt voor me, die moet even de auto thuis zetten. En dan pompen we naar Jeroen van der Meer, die gaat hem afstellen en tunen. En ik zal zo meteen even als Jan in de auto zit even vragen wat nou precies het voordeel is van MR12. Want hij kan het wat beter uitleggen als mij. Dus ik zie jullie zo meteen even die Pompert Rustig Racing buggy thuis zetten van Jan. Oké, Pomperts, we hebben Rustig Racing opgehaald. En die MR12 is hier. Maar Jan, ik wou ze even iets vertellen. Wat is het voordeel van MR12? Jij zei het is lagere octaan als bijvoorbeeld 102. Maar er zit iets anders in waardoor het heel brandbaar is. Toch zeg ik dat goed? Daar gehalte zit er een hoge zuurstofgehalte. Hoge zuurstofgehalte. Dus even in Jip en Janneke tuning uitgelegd. Met brommers en met motoren is het gewoon zo. Hoe meer lucht, hoe meer brandstof jij erin kan zetten. Hoe groter je knallen is, hoe meer power je maakt. Of hoe meer knallen je kan hebben. Dit is gewoon hele brandbare brandstof. Dus je hoeft niet meer te doen of wat dan ook. Maar het brandt gewoon feller waardoor je ook meer vermogen krijgt. Toch? In Jip en Janneke taal heb ik een beetje. En jij hebt, het stinkt trouwens als de colleren. Johan's hele schuur was vergeven, die bus stinkt nu ook als ik weet niet wat. En als het verbrandt en je staat achter die motor, stinkt het ook als de colleren. Maar je hebt nu, hoeveel vermogen heb je nu? 163. 163 pk. En wat hoop je te halen met dit? Of wat verwacht je? Zo 170 wil ik. 170, oké. Dus 7 pk winst alleen met die racebrandstof. Ja, minimaal. Ik dacht wel 175, 180 eigenlijk. Of is dat een beetje enthousiast ingeschat? Ja, ik wil niet enthousiast mezelf instellen. Dus ik ben al blij met een pk'tje of 10 extra. Oké, pk'tje of 10 extra. Dat snap ik wel. Jan is een beetje terughoudend. Hij wil niet teleurgesteld worden. Dus als je gewoon 10 pk aanhoudt, dat moet hij wel halen. Maar ik denk dat hij wel, meer gaat halen. We gaan er niet bij zijn bij de tuning. We gaan hem gewoon afzetten. En Jeroen from the Lake, die gaat lekker... Of Dolfo gaat het doen? Ja, Dolfo gaat het doen. Dolfo gaat hem tunen. Dus Dolfo gaat op zijn gemakje aan de gang. En dan halen we hem over een paar dagen op. En dan vertel ik jullie het eindresultaat, hoe of wat het is gegaan.
En ja, ik denk dat het wel een interessant experiment is om uit te vogelen wat je nou erbij krijgt met de racemachine. Dus normaal bijvoorbeeld zet je een turbo erop en dan heb je meer lucht. Dus meer lucht, meer brandstof, meer explosie. Of je kan lachgas doen, dat is ook brandbaarder als benzine. Dat brandt nog feller, dus dan krijg je ook meer vermogen. Dit is gewoon racebenzine, MR12. Wat kost het trouwens? 210 euro. Voor hoeveel liter? 19 of 18 liter. 210 euro voor 19 of 18 liter, helemaal ziek. Oké, guys, we zijn er bijna. Ik gooi even de navigatie aan en dan zie ik jullie zo meteen. Echt waar, jongen. Het is net dat ik Flip naast me heb zitten, jongen. Ze ruiken hetzelfde, die gasten. En we hebben Jan's bike en Gurai's bike even gedropt. Gurai rijdt achter ons met de Pintel Racing. Met de pompen. Nou, dan scheuren we even een biker outfit toe. Jan wil even een helm passen. Gurai wil even kijken voor de helm. Daarna drop ik Jan. Ga ik even snel eten thuis. En dan gaan we een andere dag wel naar Rotterdam toe. Want dat ga ik vandaag gewoon niet redden. Ik moet gewoon om 5 uur weer werken. Ik ben wel net gebeld door de organisatie van Promotor. En 18, 19 mei sta ik dus op die mega motortreffen in Floriade Hoofddorp. Dus kom gezellig langs. Ik zal een bankje meenemen en een tafeltje. Kunnen jullie gewoon gezellig komen chillen en hangen en even ouwe hoeren. Mijn motor is er, dus jullie kunnen even op mijn motor zitten. Even een foto maken, geen probleem. Als je me om laat vallen is de schade voor jou, dat zeg ik alvast. Maar ja, maken we er gewoon 2 leuke dagen van. Ik zal wat stickertjes maken van tevoren. Dat ik lekker stickers kan weggeven voor jullie. In de toekomst moet je ze natuurlijk kopen, maar voor nu ga ik ze even weggeven omdat het de eerste keer is. Dus ja, ik heb daar wel zin in. Ik ga Nasla en Flip even bellen dat ze die dagen vrij houden allebei. En dan ja, gaan we gewoon rammen, maar gaan we er een leuke beurs van maken. Ik ga nou mijn navigatie aangooien. Ik zie jullie zo meteen bij Biker Outfit. Alright, pompers. Ik heb Jan net afgezet. Gurai en Kenneth zijn ook weer richting 036 aan het pompen. Kenneth heeft even een motorhoodie gekocht van Booster. Het is zeg maar gewoon een hoodie, een sweater, maar dan wel met bescherming erin en zo. Beetje pomperkorting gekregen daar bij Biker Outfit, altijd goed. Nou ben ik alleen vergeten dat ik nog honden eten moet halen. Dat vroeg naar Slahamer, dus ik rijd nu vanaf Jan door Saandam heen even snel honden eten halen. Dan ga ik naar huis, doe ik zelf eventjes eten. Was ophangen wat ik al zei vanmorgen en dan moet ik weer werken. Ja, het is 3 uur, ik heb het over 2 uurtjes op mijn werk zijn, dus we moeten een klein beetje haast maken. Maar dat gaan we wel redden. En dan ga ik morgenavond waarschijnlijk naar Rotterdam. En dan even met Benny chillen. Even kijken of we nog wat t-shirtjes en zo kunnen laten maken. Voor 18, 19 mei, voor die beurs. Het zou wel leuk zijn als ik daar met de primeur kom, omdat het de eerste keer is dat jullie shirtjes kunnen kopen. Nou, zoals ik al zei, stickers zal ik meenemen daar ook. Ik zal een lekker zithoekje maken, dat we gewoon met z'n allen kunnen chillen, zitten en de oude hoeren gezellig. En motortje erbij. Ik probeer om Flipmode zijn motor ook mee te nemen. Dus dan heb ik de Busa staan en de DSZ. Dus wel leuk, want ja, die kennen jullie natuurlijk ook allemaal van het kanaal. Ik heb er wel echt zin in. Ik vind het wel heel spannend. Want het is mijn eerste beursachtige iets, zeg maar, wat ik heb. Maar ja, leuk man. Ik heb er zin in. Dus nu scheur ik eerst door naar Lotgering. Haal ik even snel honden eten. En dan naar huis. Spaghetti maken. Lekker hoor. Hey. Spaghetti bolognese. Oké, copyright. Nou guys, honden eten is gehaald. Kratje legt achterin. Ik maakte even een bocht en bam, dan knalde zo tegen mijn zijkant aan. Gelukkig is het hout aan de zijkant, dus ik ken niet zoveel kwaad. Het is trouwens echt fucking smerig weer. Het regent, het is helemaal grijs, het waait. En ik moet zo meteen met de auto naar werk toe. Of met de auto, met de motor naar werk toe. Dus dat wordt wel eventjes naar het bak halen, maar ja, het is wat het is. We waren dus trouwens vanmorgen Jan's motor brengen bij Jeroen van der Meer. En dit is een jonge Dolfo, die is echt gespecialiseerd in drag race afstelling. Jeroen van der Meer doet ook afstellen, maar die doet meer circuit bikes en zo. Als ik het goed zeg hoor. En Dolfo is echt vol op die drag race dingen. En Dolfo die huurt dan die ruimte van Jeroen van der Meer. Als ik het allemaal goed zeg, als ik het goed heb begrepen. Huurt hij dan die ruimte en die testbank van Jeroen van der Meer. En doet hij daar afstellen. Jeroen van der Meer heeft een heel mooi loodsie. Of een bedrijfspand eigenlijk. Naast Motoport uit Horen. Dus we zijn toen we die motoren hebben afgezet. Even de Motoport ingelopen. Even gekeken. En toen zeiden we tegen die man van ja, je hebt wel weinig sportmotoren staan. Toen zei die man, het verkoopt niet. Hij zegt, jaren geleden verkocht ik er 15 per jaar. En nu verkoop ik er in de laatste 3 jaar eentje. Nieuw zeg maar.
Hij zegt, enige wat men, hij zegt, Chokwood ligt ook helemaal op zijn gat. Het enige wat mensen willen zijn naked bikies en all-road motoren. Zeg maar GS en dat soort dingen allemaal en zo. En dat zag je ook terug in wat ze voor de rest verkochten in de winkel qua kleding. Sowieso, Motorport heb altijd een beetje de standaard all-road pakken. Heel veel van Divi, Magna, dat soort merken. En toen gingen we daarna naar biker outfit toe dus. En dan zie je echt duidelijk een verschil. Kijk, het is niet omdat ik vaste klant ben met biker outfit en producten mag testen dat ik het zeg. Maar het is gewoon zo. Ze hebben veel meer kleding en helmen en noem het maar op. Wat ik mooi vind, wat mijn stijl is. Wat sportievere kleding. Ze hebben ook toerspullen, maar heel veel meer sportievere kleding. En wat mij echt opvalt de laatste jaren, en net weer dat we bij Biker Outfit waren, Revit. Revit Nederland, als jullie kijken. Je boy zoekt nog een sponsor voor een mooi racepak. Maar Revit heeft de laatste jaren zulke grote stappen gemaakt qua design van hun spullen. Jassen, broeken, pakken, handschoenen, alles. Ze hebben gewoon echt super, super mooi spul hangen. Het ziet er goed uit, het voelt goed. Jan heeft ook een racepak van Revit en zegt het pak is gewoon top. En Revit is een Nederlands merk. En dat vind ik ook altijd wel leuk om gewoon een Nederlands bedrijf te supporten en te steunen. Maar Revit echt, die hebben echt hele mooie spullen. Maar als je dan het verschil ziet tussen biker outfit, wat hun verkopen, en wat Motorport verkopen. Kijk, daar moet er natuurlijk wel bij gezegd worden. Motorport richt zich op motoren, beetje kleding, beetje helmen. En biker outfit focust zich echt alleen op kleding, helmen en accessoires. Sloot hebben ze ook, tassen, whatever, noem het maar op. Maar die hoeven geen motoren te verkopen. Die doen echt de biker outfit. Daar zijn ze in gespecialiseerd. En ik voel me zoveel meer op mijn gemak bij biker outfit. De hele stijl van de zaak met de schilderijtjes die er hangen. En het is veel meer een thuisgevoel. Bij Motorport vroeg je ook van, wil ik je helpen? Maar hij vroeg niet, wil je een bakje koffie? En bij biker outfit vragen ze altijd, heb je al wat te drinken gehad? Wil je een bakje koffie? En gewoon de spullen die ze hebben ook. Het trekt me gewoon veel meer aan. Wat ik ook zo tof vind van biker outfit. Er zijn een van de weinige zaken die Icon verkopen. Icon is een Amerikaans merk. Eigenlijk een beetje gefocust op de stuntrijdenmarkt. Maar die hebben zulke aparte designs en graphics op hun kleding en op hun helmen. En dat zie je bij geen één ander merk. En ik vind Icon echt heel tof. En biker outfit heeft er best wel een assortiment van. Ja, dus dat eigenlijk. Ik vind biker outfit gewoon echt super chill. Ik zou jullie zeker aanraden om, als je een keer in Amsterdam bent, om even langs te rijden. Het is gratis parkeren voor de deur. Als je met de auto bent, met de motor, kun je ook gewoon makkelijk voor de deur kwijt. Het is echt een leuke zaak. Maar goed, honden eten achterin. Ik heb honger als de kon leren. Dus ik rijd naar huis toe, bord spaghetti maken, was doen en dat soort dingen. Dan spring ik op de motor en dan pomp ik naar werk toe. Vergeet jullie niet even te liken, te reageren en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zien we jullie next time. Later, pompers!